Hey bij mij, een hele goede morgen. Het is vrij vroeg vandaag, want ik ga jullie meenemen op wat ik op een dag allemaal eet. Ik had een poll gemaakt op Instagram en ik wilde weten of jullie liever meal prep wilden zien of wat ik eet in een dag. En de meeste stemmen was op wat ik eet op een dag. Dus die ga ik als eerste opnemen. De meal prep komt er sowieso ook aan, don't worry. Maar vandaag wordt het what I eat in a day. Wat eet ik op een dag? En dat betekent dat het al begint als ik uit bed kom. Ik begin eigenlijk meteen met eten. Laten we maar gewoon meteen beginnen. Oh, dit roept bijna mijn ogen. Er is zo'n rood vlampje als ik hem aanklik. Oh, dat prikt in mijn ogen gewoon. Zo donker is het nog. Het lijkt trouwens licht, maar het is helemaal niet zo licht. Dat komt denk ik door mijn camera-instellingen. Eten begint bij mij meteen als ik uit bed kom. Het is nu 7, 8, 7:30 of zo. En dan ga ik uit bed. En dan ga ik eten. Vandaag heb ik ook sporten op de planning staan. Dat heeft voor mij nooit invloed op hoeveel ik mag eten. Ik eet gewoon op een dag dat ik sport net zoveel als op een dag dat ik niet sport. Daar zijn de meningen over verschil verdeeld. Want je verbrandt natuurlijk meer als je sport. Maar ik vind dat de verbranding met gewicht slepen zo dusdanig laag dat ik niet meer ga eten daarvoor. Maar laten we beginnen met mijn ontbijt. Oh, ben jij ook wakker? Goedemorgen, meisje. Oh, goedemorgen, meisje. Blij dat ik wakker ben. Ze is in de ochtend altijd super blij, want dan ben ik wakker en dan kan ze knuffelen. Deze video van workout met Kulhout is in vlogstijl. Dus dat is even weer anders dan op mijn kamertje zitten. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Oké, dus het ontbijt. Ik eet eigenlijk altijd havermout als ontbijt. Dit is best wel vullend. En er zitten veel eiwitten in, omdat ik er... Nou, ik zal het laten zien wat ik doe. Ik heb... havermout uiteraard. Grove vlokken neem ik. Als je havermout echt vies vindt, kun je ook... Of die grove vlokken niet fijn vindt, kun je ook van die dunne vlokken... Of ja, je hebt ook fijne vlokken. Die kun je ook nemen. Dan doe ik daar... doe ik 30 gram ongeveer. Ik heb dit recept trouwens van Nikki. Alleen Nikki neemt alles dubbel. Dus wil jij meer op Nikki lijken dan op mij? Dan zou ik alles dubbel doen. Dus ik doe 30 gram, dan is het voor jou 60 gram havermout. En dan doe ik er 150 milliliter water, melk bij. Dus ik doe de ene keer doe ik dat het totaal 150 is en de andere keer is het 180. Ergens daartussen helemaal prima. Dan zet ik het in de magnetron voor 3 minuten. Iets korter, want hij stroomt anders over. Je moet hem even gewoon in de gaten houden. Op standje U3, dat is, weet ik niet, dat is van onze magnetron. Ik weet niet hoeveel dat is, maar als je hem op 700 watt 3 minuten, 600 watt 3 minuten, dan doet hij het ook. Nou, na die 3 minuten haal ik hem eruit en dan doe ik er een scoop eiwitpoeder doorheen. Niet een hele volle scoop, want dan wordt hij een beetje zanderig, de havermout. Maar als jij de aantallen van Nikki aanhoudt, dus 300 milliliter melk en 600 gram havermout, dan kun je er wel een hele scoop doorheen doen. Ik doe er dan kaneel, een snufje kaneel doorheen. Gewoon voor de smaak is vet lekker. Ik zou ook echt aanraden om ook te doen. En Nikki doet ook nog een schep pindakaas er doorheen. Maar dat doe ik allemaal niet, want dat zijn allemaal extra calorieën. Maar mocht jij juist groter willen worden, dan zou ik die dingen zeker wel er doorheen doen. Maar goed, dit is mijn ontbijt en daar ga ik dus nu lekker opeten. Oké, ik heb even mijn gym outfit aangetrokken. We zijn vandaag gegaan voor deze outfit. Het is een beetje rommelig in mijn gamekamer. Lampje aan. Gymshark broekie. Hij schijnt door. Nou ja, dit shirt hangt er toch overheen. Dan heb ik een grijze sport-BH onder. En dan dit zwarte tanktopje van Woman's Best. En dit is volgens mij van Primark. En ik heb mijn witte Nike sokjes aan. Het zijn eigenlijk mijn tennis sokken, maar die zitten lekker warm. Ja, dus dat
heb ik vandaag aan. En ik doe nog een vestje eroverheen, want het is nu nog koud. Maar tijdens mijn training zal ik het wel warm krijgen. En ik heb dus even mijn, bril. Bril opgedaan. Want ik moet auto rijden en dan zie ik niks zonder brillen. En ik had geen zin om mijn lens in te doen voor één autoritje. We gaan ook de boodschappen doen vandaag, meteen, na het sporten. Dus die neem ik. Ik neem even tassen mee. Twee tassen, want we gaan de boodschappen doen. Voor deze video, uiteraard. Laten zien wat ik allemaal eet op een dag. En normaal heb ik dat al in huis. Maar nu is alles op, dus de boodschappen moeten sowieso gedaan worden. En ik ga ook meal preppen. Dat komt in een andere video, maar daar ga ik wel vast de boodschappen voor doen. Nu ga ik mijn tas inpakken en ga ik even laten zien wat ik allemaal in mijn tas doe qua eten. Ik wil mee aan wat ik voor een spullen meeneem. Ik neem een drinkfles mee naar de sportschool. Die vul ik altijd gewoon met water. Af en toe met BCAA's. Vandaag heb ik daar geen zin in. Doe ik vaak als ik in de avond of in de middag train. Maar in de ochtend vind ik dat iets te zoet. En ik neem voor na de training een Perfection Bar Deluxe Peanut Caramel Flavor. Deze is zo lekker. En dit neem ik dan in plaats van een eiwitshake. Maar dat kan je ook gewoon nemen natuurlijk, een eiwitshake. Ik neem dit. Oh, wil jij hem ook? Zo, we zijn weer thuis van het sporten. De reep is achter de kiezen. En nu is het bijna 12 uur. En dat betekent lunch. En ik ga jullie laten zien wat ik doe voor lunch. Dit is eigenlijk mijn standaard lunchje. Ik doe doperwten met cottage cheese. Vandaag heb ik niet het hele bakje gebruikt, omdat ik er geen zin in had. Maar je kunt ook het hele bakje gebruiken. Dus wel heel veel cottage cheese. En dan nog zalm. Gerookte zalm snij ik in stukjes. En dat is heel erg lekker. Je moet er wel van houden. Als je een moeilijke eter bent, is dit misschien niet het gerecht voor jou. Maar ik vind dit fantastisch, want er zitten superveel eiwitten in. En ik heb uiteraard getraind, dus mijn spieren die moeten weer opgebouwd worden met eiwitten. Dus vandaar dat ik de eiwitten hoog in de lunch heb zitten. Oké, het is inmiddels 5 uur geweest en dat betekent dat ik ga beginnen aan het avondeten. Vaak maak ik een avond eten en dan hebben we voor 2 of 3 dagen eten. Vandaag doe ik eventjes een gerecht dat gewoon alleen voor vanavond is. En ik dacht, laat het zo real mogelijk houden. Ik doe niet iedere dag fancy eten maken. Vaak koop ik ook iets makkelijks. Zoals vandaag heb ik dit. De overgroente. Dat is een aanbieding, dus ik dacht, makkelijk. En dan dacht ik, laten we er vis bij doen. Alleen ik kon helemaal geen lekkere vis vinden. En toen zag ik deze liggen. Toen dacht ik, ja, die wil ik uitproberen. Dus we eten de overgroente met garnalen Asian style. Sweet chili ginger. Nou, kun je hier zien hoeveel calorieën daarin zitten. Dus er zit 300 gram in. Uitlekgewicht is 100 gram. Nou ja, dus je hebt dan... Er zit 220 calorieën in deze. Dan weten we het maar. En een beetje rijst wat ik nog over heb. Dus dat is wat ik vanavond ga maken. Groenten, garnalen met rijst. Daar zijn we. Oké, de groenten liggen hier in de oven. De rijst staat op. Daar heb ik vervolgens niks bij gedaan. Omdat ik het verpakkingje openmaakte van de garnalen. En ik zie dus best wel veel saus. Nu ben ik geen fan van sausjes. Maar ja, ik heb dit nou eenmaal gekocht. Dus dit gaan we eten. Dus ik doe verder geen... smaak of zout of iets door de rijst, want ik ga ervan uit dat hier heel veel zout in zit. Dus door dat te mixen met elkaar komt er toch wel smaak aan. Ja, dus zo doe ik dat. De rijst moet zoveel minuten op. De groenten staan nog wel even 20 minuten in de oven. Dus ik wacht nog even met de garnalen aan te zetten. Anders zijn ze helemaal droog. Thank you.
hierbij het eindresultaat. Granade, groente en daaronder ligt rijst. Yummy yummy. Yay, ik ben terug van tennis. Vandaar deze band op mijn hoofd. Want ik heb een bandje op mijn hoofd gehad. En na de tennis of na de training heb ik altijd nog een avondsnack. En dat is vandaag een kwark. We hebben heel veel kwark en dat moet op. Maar sowieso eet ik wel vaak kwark in de avond. En vandaag doe ik er een banaantje doorheen. Omdat ik daar zin in heb. En ik kijk even wat ik er nog meer doorheen ga doen. Na de kwark heb ik besloten om er wat chiazaadjes doorheen te doen. Dat vind ik altijd wel lekker. Die op een of andere manier zwellen die een beetje op in je mond. En daarna dus een banaantje. Een hele banaan heb ik in stukjes gesneden en er doorheen gedaan. En vervolgens Berry Blast Flavor Whey Perfection eiwitpoeder. Dit heb ik gemixt, maar mixen gaat wel een beetje lastig. Maar heel lekker toetje. Uiteindelijk heb ik even een overzichtje hier laten zien over hoeveel ik precies binnen heb gekregen. Ik heb dus heel veel eiwitten binnengekregen, 150 gram. Dit is 156%, dus iets over wat ik moet. Dat is eigenlijk heel goed, want ik heb getraind vandaag en ik heb niet te veel vet op. 103%, ja, 3% te weinig, of te veel, maar dat valt te overzien. Dus, nou, dit is een goede dag geweest. Ik heb precies gegeten wat ik mag binnenkrijgen om mijn doelen te behalen. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik wens jullie een hele fijne week en ik zie jullie volgende week met een nieuwe workout met Kohout. Wow, je hebt gewoon nog niet weggeklikt. Dat betekent dat jij echt een super topper bent en dat je dus nog aan het kijken bent naar deze video. Ik wilde namelijk nog wat kwijt. Misschien weet je het nog niet, maar ik ben officiële body en fit atleet. En dat houdt in dat jij op de hele body en fit shop 10% korting krijgt met de code MATTHIA10. Naast het feit dat je heel veel korting krijgt, support je mij er ook nog een beetje mee. En wil je mij extra supporten, dan kan je het linkje gebruiken in de beschrijving. Dit is de eiwitpoeder die ik altijd door mijn kwark doe. Of de Perfection Bar Deluxe, die is nieuw uitgekomen dit jaar en is echt heel erg lekker. Ik heb hier de peanut caramel flavor, super delicious. En dit is de ideale snack voor 's avonds of tijdens het gamen. Alvast heel erg bedankt.